Dit is het bootje. En normaal betaal ik hier 280, 290 euro voor per jaar. En nu ineens 500. Paul is één van de 7000 Amsterdammers die een bootje heeft liggen aan de kade. Voor de aanmeerkosten betaalde hij altijd een vast bedrag. Maar tot zijn schrik is dat tarief sinds deze maand met 75% gestegen. Dat vind ik gewoon heel gek. Als mijn autoverzekering ineens 90% omhoog gaat, ga ik naar een andere verzekeraar. En bij de gemeentes kan dat niet, want je hebt maar één gemeente. Ja, en dan rest maar één ding en dat is betalen. Ja, dat vind ik gewoon heel vreemd. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente is de verhoging van de kosten noodzakelijk. Er is bij het opstellen van de nota varen opnieuw gekeken wie er allemaal gebruik maken van de grachten, hoe je dat gebruik in goede banen leidt en welke bijdrage er geleverd moet worden voor dit gebruik. Deze bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld voor het schoonhouden van de grachten, het onderhoud van de kades en het digitaal monitoren van de grachten. En dit heeft geleid tot de kostenstijging van de binnenhavengelden. Als je zegt dat er te veel boten op de grachten zijn, dan vind ik niet dat je de prijzen moet verhogen. Maar dan moet je gewoon een stop zetten op het aantal vergunningen voor de pleziervaart. Dan moet je niet de mensen die op dat moment al een vergunning hebben gaan straffen en maar hopen dat zij een bootje verkopen. Ja, want nu op dit moment zou iedereen met een boot een vignet kunnen aanvragen, toch? Als jij morgen een bootje koopt op Marktplaats of ergens anders, dan krijg je eigenlijk binnen een dag, een week, krijg je een plaatje, pak je op je boot en dan kun je gaan.